Kijk, als wijkcoach ben ik blij met elk initiatief wat in de wijk genomen wordt. Nou, en hier staat echt een huis. Er staat een buurtkamer, er staat een activiteitencoördinator die echt heel veel verschillende activiteiten organiseert. En ook echt met hart voor de mensen die het hardste nodig hebben. Uit welk land komt u oorspronkelijk? Ik kom uit Koerdistan. Ik ben bijna 1 jaar hier. Ja, in september 2014 kom ik hier. En u praat hartstikke goed Nederlands? Ja, ik kom hier bij de buurtkamer elke week 3 dagen in de ochtend. En we hebben cursus voor Nederlandse taal. Ja. Het is heel goed om ons te helpen. En ik twee keer hier in donderdag gekookt voor de oude mensen. Ja, en vandaag we hebben een theeceremonie. Vandaag is het feest hier. Ja, ik heb alle dingetjes van de Koerdische thee brengen hier, ja. En wij maken lekker thee met de koekjes, met alles, ja. Hoe belangrijk is de buurtkamer voor u? Is het heel belangrijk, helpen veel mensen hier. En wat doet u voor de buurtkamer? Ik soms kook in donderdag voor oude mensen en als je hebt, kan ik komt hier thee of koffie doen voor alle mensen hier. En als je hebben iets, ik kan alles doen voor hem. Ja. Nou, we hebben heel veel plannen, maar wij willen eigenlijk dat het ontstaat vanuit de mensen. Maar zij bepalen het, niet ik. Want dat is dus de oude stijl, nieuwe stijl. En dat kost tijd, want de mensen hebben wel ideeën, maar om een idee te ontwikkelen, uit te werken, zorgen dat iedereen het gehoord heeft. En dat is dus in 1 jaar ook niet mogelijk. Dat is gewoon, dat moeten we doorzetten. Dat mensen naar mij bellen en zeggen, ik heb een geweldig idee, mag ik het gaan uitvoeren? Waarom zouden de mensen naar u komen met dat idee? Nee, ze komen met hun eigen idee en ik ben de ondersteuner. Dus ik zeg, nou heb je gedacht aan verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Als er wat gebeurt, zoals vandaag, als er wat gebeurt, de EHBO is er. Als je iets met kinderen gaat doen, wie is er verantwoordelijk?